Mijn kijktip is de film Citizen 4 van documentairemaakster Laura Poitras, omdat dit gaat over een van de meest ingrijpende politieke gebeurtenissen van de afgelopen jaren. En zij heeft het live op het moment dat het gebeurde in beeld gebracht op een hele, hele mooie manier. Laura, at this stage I can offer nothing more than my word. I am a senior government employee in the intelligence community. I hope you understand that contacting you is extremely high risk. De film Citizen 4 gaat over de klokkenluider Snowden. En Snowden is een van de helden van onze tijd, omdat hij aan het licht heeft gebracht hoe ingrijpend de massasurveillance van de Amerikaanse overheid gaat. Hoe ingrijpend die is. En dat heeft heel veel invloed gehad op ons politieke discours over de macht tussen overheid en burger en hoe die nu op scherp staat. En dat is een van de voornaamste issues waar wij ons met de Piratenpartij mee bezighouden. Een gezonde machtsstructuur tussen overheid, burger en het bedrijfsleven. For now, know that every border you cross, every purchase you make, every call you dial, every cell phone tower you pass, friend you keep, site you visit, and subject line you type is in the hands of a system whose reach is unlimited, but whose safeguards are not. In the end, if you publish the source material, I will likely be immediately implicated. De film Citizen 4 gaat natuurlijk over de Amerikaanse overheid en over de NSA en wat zij allemaal doen. De machtsmisbruik die daar plaatsvindt. Maar hetzelfde is gaande in Nederland, waarbij de overheid roept om steeds meer macht, sleepnetsurveillance en steeds meer over burgers wil weten. Wij vinden dat een hele gevaarlijke ontwikkeling en dat is iets waar wij tegenstrijden met de Piratenpartij. I ask only that you ensure this information makes it home to the American public. Thank you and be careful. Citizen 4. Sorry, I don't know who your name is. Oh, sorry. My name is Edward Snowden. Nog een aantal punten die deze film raakt, die raken aan het partijprogramma van ons, van de Piratenpartij, is dat we ons inzetten voor encryptie van data. Dus dat je veilig en versleuteld iets kunt versturen zonder dat iedereen mee kan kijken. Maar ook het recht van journalisten om hun bronnen te beschermen op het moment dat zij hun maatschappelijke rol moeten vervullen om belangrijke zaken bij het publiek aan het licht te brengen.